Er moet meer bewustwording komen op het gebied van cybersecurity in Suriname. Dit zal leiden tot vermindering van persoonlijke cyberaanvallen en of in bedrijven en organisaties. Zo stelde de General Affairs Manager van DataSuur, Sital Ganput, in het programma Question and Answer. Ganput vindt het belangrijk dat elk individu zich bewust wordt van het belang van cybersecurity. De afgelopen dagen is vrijwel de hele wereld geconfronteerd met cyberaanvallen. Een van de beste oplossingen zou zijn om zich te blijven informeren en vervolgens te beschermen tegen hackers. Ik zou zeggen, het is zeer reëel, want naarmate je meer actief bent in de digitale wereld, heb je veel meer te maken met cyberaanvallen. En het gaat erom dat je als individu bewust bent wat cybersecurity inhoudt, wat een cyberaanval inhoudt en hoe je daarop moet anticiperen. Hoe herken je een cyberaanval? Hoe herken je een phishing mail? Hoe herken je een malware dat bijvoorbeeld je systeem vast ligt? En wat moet je daarna doen? Welke acties moet je allemaal ondernemen? Dus ik zou zeggen, het begint allemaal met de bewustwording van wat de term cybersecurity inhoudt en cyberaanvallen en wat je moet doen. Ja. En als je dat niet weet, waar kan je terecht of bij wie kan je terecht om die informatie te halen van hey, welke acties moet ik ondernemen als persoon om verder mee te dealen? Ouders hebben ook een belangrijke taak bij het waarborgen van de veiligheid van kinderen. Een van deze taken is het vergrendelen van apparaten en blokken van hackers gevoelige pagina's. Het volledige interview is terug te zien op onze website www.atv.sr.